We hebben allemaal Polaroids. Het was een idee van Bibi van leuke herinneringen van Sander als vader. Wij zijn bord gelegd en 12 rozen. En allemaal lekker eten. En dan gaan we hem nu wakker maken. Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag zaterdag, het is ochtend en ik heb me net aangekleed. Ik ga op een boottrip met Moët en Chandon door... we, Sander, ik en Monica zelfs. The three of us. En ik zeg alles ik zeg altijd mijn kind. En Sander vindt het niet leuk. En dat snap ik wel. En ik heb dit even aangedaan. Want ik heb eigenlijk dit jumpsuit aan. Van de H&M. Ik zal linkjes hieronder posten. Maar het is echt super koud. Wij. Wij. Zeg maar wij. Ja. Maar goed, het weer is nog niet perfect. En we worden zo gehaald. Zo lekker weer. We komen nu aan bij het Amsterdam. Kijk hoe mooi het er allemaal uitziet. Hopelijk hebben we lekker eten. Ja! Ron pakt even zijn eigen moment nog. We zijn aangekomen op het Moët-strand en als je hierop drukt, komt er champagne. Ja, champagne is something magic. Hi, hi. Dit is Monica's vlog. En toch zijn wij... En we hebben de vlog takeover. Ja, we hebben de takeover. Ja, dat is wat dit is. Maar wat vinden we nu van Monica? Van Monica zelf? Dat is een correcte manier van het omschrijven. Ik vind haar wel een lekker ding. Maar oké, maar wat vind jij? Ja, ze is een soort dokter van me. Nee, maar dat is echt oprecht. Nee, maar kijk, luister. Dit is echt de ultieme mix voor een pedofielische houding. Een soort dochter van me, maar wel een lekker ding. Heel raar. Nee. Maar ik vind haar wel, ik vind haar echt... I love her loads. Fantastisch. Maar ik heb meer een soort vaderlijk gevoel over haar dan dat ik er zeg maar op enige wijze iets anders bij voel. Oh ja. Dus, maar dat is wel irritant, want af en toe dan denk ik van, doe dat nou niet. Of dan wil je ervoor gaan liggen, zo van, sorry, heel even. De dochter, even. Heel even niet, heel even allemaal afstand. Hey, Monica is echt een van de oprechtste personen die ik ken. Maar dat is echt oprecht waar. Ja. Ik zeg het niet om te slijmen, dat is gewoon, de waarheid. Oké, okay, dan doen we gewoon een kleine shout-out naar Monica. Hey Monica Geuze, je bent helemaal de shit. Helemaal de shit. Okay. Hey Monica Geuze, je bent voor mij een geweldig wijfie. Ja, helemaal de shit. Ja, dat durf ik even niet te beamen. maar je doet zeker lekker mee. En daar hoop ik nog jaren van te kunnen genieten. Bye. Kijk eens wie er ook naar de Moët Party is gekomen. Bibi. Kom, we gaan gezellig Bibi alles laten zien. Cool. Ik heb trouwens dit pak van H&M, maar volgens mij had ik dat wel laten zien. Hey Noor. Voor Noor. Hey, dit is Yuki. Oftewel Queen of Yuki's. En dit is Noor de vlog. Wij zitten in de auto en we zijn bij de party geweest. En Biebs is gezellig gekomen. Het was echt heel leuk. Het was een evenement. Ja, het was echt een super leuke dag. Maar nu wordt het baby time. Mo mist haar dochter ook heel erg. Ja, dus gaan we nu heen. Dus gaan we nu gezellig naartoe en dan lekker pizzaatje bestellen. Lekker. Echt? Ja, een bankje op. Alleen de vader hem ook. Onze lifestyle. Voor haar, echt? Ja, heel goed. Dus ja. Wij zijn weer thuis en we hebben pizza besteld bij Mama Do. Dus we gaan lekker pizza maken. Oh, maar nu hebben ze ook een gezichtje gemaakt. Lief, hè? Doe ze altijd voor Olly. Ja, lief, hè? Wij zijn even een ijsje gaan halen en naar Artis gegaan. Ja? Ja, we hebben het al eerder gezien. Ik vind het echt niet leuk. Wij zijn dus naar Artis gegaan, sponsoren, om een ijsje te halen. En dat is heel leuk.
Maar net gingen we naar de kinderboerderij. Oh, hier stinkt het wel echt heel erg. Wat zijn dit voor dieren? Ja, dit is echt popcorn. Gewoon naar je mond ademen, jongens. Dan komt het helemaal goed. Nee, we gaan nu naar de aapjes. En Olivia is natuurlijk mee met dit. Dat is zo bizar dit. Sorry, maar dit is toch shocking? Sander's gezicht. Even hartjes een keer. Had een boys genomen, heel lekker gevallen. Wat vind je er allemaal van? Vind je het gaaf? Alle diertjes, ja hè? Is cool hè? Ik vind het ook heel cool. Het is zo lekker weer nog buiten. Echt een fijne zomeravond. Ook al is het nog niet officieel zomer. Wij zijn film aan het kijken. Met die demo. En chips. Het is zaterdag, ik zit thuis. Sander houdt niet van thuis zitten op zaterdag. Ik vind het echt verschrikkelijk. Het is zo gezellig met ons, dat vind ik echt nou, niet aardig. Ik vind jullie wel gezellig, maar ik heb gewoon... Ik heb zin om... actie. Hè? Actie. Ik heb zin in actie. Ga toch naar de super? Ga ik nog niet wat doen? Ja, dat weet ik. Nee. En we kijken naar... Is het... Daar is super. Geen mee. Dit is Sof 2, toch? Het blijft jammer dat Kas en ik die beren textiel en al die andere stroomzinnige bezigheden... Dat zijn we aan het kijken. Nog één keer. Ik ben bang dat Olivia wakker wordt en dat ze ineens zegt: Bobby! Bobby! Ik vind jou zo eng! Bobby! Oké, het is heel laat en we zijn net klaar met film kijken en zo. En Sander en Monica die zijn net vertrokken. Die gaan naar de superclub. En ik ga lekker slapen. Baby is ook beneden en Olivia is beneden, dus ik blijf thuis. En Sander die moest draaien ook, dus die ging even draaien. Dus Monica ging gezellig even met hem mee. En ik ga lekker slapen. Dus ik zie jullie morgenochtend. Morgenochtend is het vaderdag. Laat rusten. Good morning. Het is zondagochtend. En Olivia zit gezellig op het aardacht. Een doosje avocado te eten. En Olivia was wakker. 4:15. En ik ging om 2:00 slapen. Het is vandaag vaderdag. Dus Sander mag blijven liggen. Dus ik ben een beetje moe. Dus ik heb net koffie gezet. En ik wacht even tot Bibi wakker is. En dan gaan we even lekker ontbijtje halen bij Albert Heijn. En gaan we ontbijt op bed brengen voor Sander. Maar nu ga ik even met de kleine clown ontbijten. Olly is aangekleed. En die wil heel graag eten. We hebben de tafel leuk gedekt. Eten. Ja, we gaan eten. We hebben allemaal Polaroids. Dat was een idee van Bibi. Van leuke herinneringen van Sander als vader. Er zijn bord gelegd en 12 rozen. En allemaal lekker eten. En dan gaan we hem nu wakker maken. Oké, mijn klepje is kapot, dus ik kan niet meer zien wat ik film officieel. Maar we hebben ons aangekleed en... Stom. We gaan barbecuen bij de moeder van Bibi. Dus dat is heel gezellig. Met Bibi haar stiefzusjes ook. En Olly Bolly. Olly heeft hele leuke schoentjes aan die ze van Esmee gehad heeft. Echt super lief. Dus, let's go. We hebben gebarbecued bij de moeder van Bibi. En nu gaan we naar een standje toe hier vlakbij dit. En Olly heeft chocolade gegeten. Heel veel. We kunnen walk, right? Yes. It's 5 minutes from here. Okay. 5-10 minutes. Okay. Ja? Anders had je gewoon je hele waaier moeten meenemen. Dat is echt heel groot. Hey guys, good morning. Mijn vlogcamera is gisteren kapot gegaan. Dus ik vloog even. Het is maandagochtend en ik ga me opmaken. Oh, is een schade op mijn telefoon. Ik ga me opmaken en dan ga ik naar heel veel afspraken. En Sander is aan zijn mixtape aan het werk.
En Olly is lekker aan het spelen. Ga je lekker je pyjama aandoen? Kan Olivia zichzelf al aankleden? Oké. Ik heb me even snel aangekleed. Ik heb dit pak aan van Gunny. En deze vintage snelring. En ik heb deze tas bij me. Dus ik ga snel naar mijn eerste afspraak. Ik heb trouwens vandaag mijn haar gewassen zonder zilver shampoo. Ik zie wel echt meteen dat het een andere kleur is. Dus ik ga naar mijn eerste afspraak. En zie ik jullie zo. Ik zit even thuis te werken en ik heb een aantal pakketjes die ik even wil laten zien. Dit is volgens mij een soort van vaderdagscadeau. Het ziet er super mooi uit van Trussardi. En ja, dit is voor vaderdag. Er zit een mooi sjaaltje bij en een nieuwe perfume. Dus dit ga ik zo aan Sander geven. En het volgende, oh, de Spar. Altijd mijn favorite. Ezels. Wat zou ik hebben dat zo zwaar is? Ik ga dit ook zo allemaal even aantrekken, jongens. Dus, don't worry. Ik zal even alle plastic en zo eraf halen en dan trek ik het zo even aan. En ik heb allemaal producten van Dior binnengekregen. Allemaal van Dior Rouge. I love Dior. En dit zit erin. Oh my god. Ik ga ze even allemaal eruit halen en dan ga ik jullie laten zien wat ik allemaal heb gekregen. Oké, ik ben even alle items aan het aandoen en ik heb deze broek aangedaan van ASOS. Vind ik echt een super mooie kleur. En ik zal alles hieronder linken. Het is niet gesponsord, ik koop deze items gewoon met mijn eigen geld. Dus, dit is de broek. Hele mooie kleur is het. Dit is de kleur. En dit is de volgende broek. Ik denk dat best wel veel het iets te heftig gaan vinden. Van Bragg Priest. Maar ik vind hem echt super cool. Het zit zeg maar zo. Allemaal los van elkaar die stukken. Maar ik dacht met een casual shirt zoals dit en gewoon een superga's of zo, is het wel heel vet. En dit is het volgende pak. Dit zit echt super lekker, want het is super, voor mij is het linnen of zo, of katoen. Het is echt super luchtig. En de rug is... echt heel mooi. Zo niet zo heel duur was deze, geloof ik. Gewoon van ASOS eigen merk. Dus daar ben ik heel blij mee. En dit is de volgende outfit. Een jumpsuitje. Helemaal met kraaltjes en zo. Echt super mooi is die. Ook van ASOS. Ik link het allemaal hieronder. Echt mooi. Die details zijn ook echt mooi. En alweer het laatste item, daar ben ik echt zo blij mee. Dit is gewoon een jumpsuit, helemaal van t-shirt stof. Dus ik ga hier echt in wonen. Maar dan wel net iets leuker, omdat die riemen er omheen zitten zo. En deze is ook heel goedkoop volgens mij. En echt, dit zit zo lekker, kan hier echt in wonen. I love this. Dus, een geslaagde aankoop. Aankopen, geslaagde aankopen. En ik ga de vlog afsluiten en snel een nieuwe vlog beginnen. Ik ga morgen naar Keulen, naar een concert. Dat wordt heel leuk, dat ga ik vloggen. En voor de rest ga ik allemaal leuke dingetjes doen deze week. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Als je nog niet gesubscribed bent, doe het zeker. Want ik merk dat ik veel meer views dan subscribers heb. En dat komt omdat ik elke week een mail krijg dat ik op dat trending gebeuren sta. Maar jullie moeten wel subscriben, het is helemaal gratis. Dat kan hier ergens onder.
Dus heel erg bedankt en ik zie jullie zondag weer.